We staan hier bij Blauwborgje 31, waar hierachter het innovatiecentrum chemie en engineering aan het verrijzen is. En dat project is een van de eerste projecten dat gefinancierd wordt uit het zojuist gelanceerde Campus Community Fund. Het innovatiecentrum biedt een platform voor bestaande bedrijven, voor start-ups en voor scale-ups om samen te werken op een laagdrempelige manier aan nieuwe business. En juist die manier van samenwerking, van innovatieve, onderzoeksintensieve bedrijvigheid, dat is een van de belangrijke recepten voor onze economie voor de toekomst. Voor onze economische agenda als stad Groningen zijn dit soort samenwerkingen van essentieel belang. En we zijn daarom ontzettend blij en trots dat op deze manier gewerkt kan worden aan een nog succesvollere Campus Groningen en aan een nog succesvollere noordelijke economie. Ik wens de initiatiefnemers ontzettend veel succes en ontzettend veel plezier bij de toekomstige samenwerking. Ik ben heel blij dat ik vandaag namens de provincie Groningen hier mijn geluk mag uitspreken met het feit dat het zoveelste gebouw hier in Groningen wordt gebouwd die een bijdrage zal gaan leveren aan het innovatieve programma wat we met elkaar hebben. Dat hebben we niet alleen maar als overheden, dat hebben we ook samen met de bedrijven, met de zorginstellingen, met de foodindustrie, met de chemie. Je kunt niet bedenken wat niet. Wij zijn daar ongelooflijk trots op en we wensen dus ook deze hele bouw en allen die erbij betrokken zijn ongelooflijk veel succes in de komende tijd. En ik ben ervan overtuigd dat we nog veel van jullie zullen horen.